Hallo beste kijkers en welkom bij aflevering 1 van Road to Columbia. Ik had eerst iets anders in gedachten, maar uiteindelijk is het dit geworden. Omdat ik eigenlijk niet een heel bekende league wilde doen van een bekend land. Dus ik wilde meer voor de underdog positie gaan. En ik vind Colombia op zich een heel leuk land om iets mee te doen. Want het heeft een aantal goede spelers natuurlijk, zoals Falcao. Ze hebben Martinez, noem eigenlijk maar op. Dus ik vond het wel een interessant team om een Road to mee te maken. Maar we gaan dus met ons team beginnen en we hebben een paar goede spelers. We hebben Gopé op de rechterspits. Ik vond het een beetje een grappige naam, Gopé. En er komt nog een heel lange naam achter, maar ik noem hem gewoon Gopé. En alleen op de linkerspitspositie hebben we Gabbiadini staan. En Gabbiadini is ook echt een baas. Ik had een beetje gekeken. Hij heeft high-low work rate. Wat betekent dat hij heel veel in aanval staat. En hij heeft ook voor de rest echt super stats. Maar als je op zoek bent, dan kun je ze check in link in de beschrijving. FIFACoinskopen.nl. En dan zie je dat we nu in onze eerste wedstrijd gaan. Het is nog wel een single match. Want ik had besloten dat iedere keer als ik in seasons ga, dan kom ik tegen volledige 4-1-2-2 Premier League teams. En daar kan ik niet tegenop, want die zijn allemaal veel te goed. Dus in plaats daarvan ging ik single matches doen om een beetje de kansen gelijk te maken. Ze dus komt tegen dit team, was volop pace met natuurlijk Dyer en Walcott in de spits. Maar wij komen wel op een 1-0 voorsprong. Wat wel jammer was, want dat we in de regen speelden. En dat vind ik altijd veel moeilijk om mee te spelen. Want dat betekent dat de aids veel groter is. Maar gelukkig werkte deze keer mijn voordeel, want hier was een mooi 1-2'tje. Die uiteindelijk leed tot de 2-0 en op zich best wel een prima goaltje. Ik kom wel terug hier met Walcott, want je ziet hem hier rennen. En natuurlijk met die 96 snelheid van Walcott, die kan je niet snel tegenhouden met bronzen verdedigers. Zij loopt voor mij mijn hele verdediging en kan uiteindelijk de keeper kloppen, zodat ik op het 2-1 kom. Maar daarna vergroot ik de voorsprong door uiteindelijk hier met Gabbiadini volop uithalen. En Gabbiadini heeft echt een wonderschoon linkerbeen en dat laat hij daar dus ook heel goed zien. En daarom scoor ik de 3-1 en win ik deze wedstrijd. Zodat het een heel leuke morale boost om de allereerste wedstrijd in de Road to Glory gewoon te winnen. En dat was ik redelijk overtuigd, want ik had best een aantal schoten en helden natuurlijk ook een aantal. Maar uiteindelijk was ik wel de dominerende speler. Dus koop je de eerste speler en dat is geen Colombiaan, dus je zou misschien denken van waarom. Maar ik wilde Gabbiadini eventjes op het volle potentieel gebruiken, want hij is in de Serie A. En natuurlijk zijn er een hele hoop goede Colombiaanse spelers zoals Cuadrado en Ibarbo en Muriel. Die spelen allemaal ook in de Serie A. Dus ik dacht, dan gebruik ik eventjes die kans natuurlijk om dan gewoon zo goed mogelijk spelers te halen. Zo had ik ook een andere speler van Sampdoria gehaald die ook een Italiaan was. Zodat Gabbiadini op Team Chemistry kwam. En dan speelde hij dus gewoon zo goed als hij maar kan. En dat is heel belangrijk. Zo raad ik ook zeker aan als je Ultimate Team begint. Zorg dat de speler minimaal 1 link krijgt. Want dan zit hij op 6 Chemistry. Want anders zit hij op 3 Chemistry. En het beste is natuurlijk om iemand te zorgen die echt gewoon een perfecte link met hem krijgt. Dus hetzelfde team in hetzelfde land. Want dan krijg je dus eigenlijk gewoon meteen 10 chemistry. Of 9 in ieder geval. Je krijgt 9 of 10 chemistry. En dat is heel belangrijk. Want de spelerteams en spelers zoveel beter. Ik kan het niet genoeg stressen hoe belangrijk het is om goede chemistry te krijgen. Want in het begin speelde mijn team zo stroef. Maar nu dat Gabbiadini alweer op 10 chemistry zit, maakte dat zo'n groot verschil. Ik zit ondertussen op het 3-0. Maar hij krijgt hier wel één goaltje terug hier. Met een speler die heel erg veel op een wijf leek. Hij had een heel lange staart. En ik weet niet, hij had een beetje een vrouwelijk gezicht. Maar er zal wel gewoon iets aan EA liggen. Waarschijnlijk een slechte character model. In ieder geval, hij komt een kleine comeback door hier ook de 3-2 erin te schieten. Dus daarvan, nee, we gaan het hier niet uit handen geven. Ik ga eventjes een stokje steken hiervoor. Uiteindelijk geeft dus hier een voorzet op, natuurlijk, Gopé. Gopé, en ik weet niet wat zijn achternaam is. Ik ga het gewoon niet gebruiken. Maar nogmaals, Gopé, die schiet hier met een flinke volley. Uiteindelijk de 4-2. Uiteindelijk komt Gopé hier weer vrij. En hij probeert hem hier eroverheen te chippen. Dat lukt niet. Maar in tweede stand schiet hij er alsnog in. Zodat eigenlijk de 5-2 al in de maak was. En dus uiteindelijk ook gescoord werd. En tenslotte komt die Gabbiadini nog. En die rent weer vrij. En Gabbiadini heeft een heel goed linkerbeen, zoals ik al net zei. En die gebruikt hem dus weer volop om de 6-2 erin te schieten. Zodat ik uiteindelijk ook deze wedstrijd win met 6-2. Wat veel overtuigender was dan de eerste wedstrijd. En daarmee zie je dus al wat het effect heeft als je spelers hebt op goede chemistry. Dan spelen ze zoveel fijner. En ik raad dus nogmaals gewoon aan om spelers op goede chemistry te krijgen. Waarschijnlijk zeg ik iedere keer alles gewoon 5 keer. Net als Dora. Maar in ieder geval, we kopen hier ons eerste Colombiaan. En het is natuurlijk Luis Muriel. Ik wilde eerst gaan voor Ibarbo. Omdat ik hem iets fijner vind dan Muriel. Maar hij was iets te duur. Hij was rond de 1800. En momenteel had ik alleen maar 1400. Dus ik moest iets met Muriel doen. En voor de goedkopere optie gaan. Maar desondanks was Muriel natuurlijk ook nog een prima speler om gewoon in mijn team te hebben. En zet ik hem in mijn team en kom 6 chemistry. Omdat ik natuurlijk een linkje had met Gabbiadini. En kom je tegen dit team. En ja, dit was onze eerste seasons wedstrijd. En zoals ik al zei, we komen tegen een 4-1-2-1-2 team met een aantal heel goede spelers. Dus dat is van shit, het gaat worden. Maar we krijgen een klein gelukje. In eerste instantie missen wij hier de penalty om op de lat te schieten. Maar in de rebound staat er Gabbiadini, die hem dan alsnog gewoon in kan tikken. En daarna krijgen we nog een kans. Muriel die zit hier te rennen. En Muriel die had het als om een van de reden voelt hij echt alsof hij over de 100 pace zat. Want hij rende iedereen voorbij en stift hem hier heel mooi op de keeper. Omdat hij veel te vroeg uitkwam met zijn keeper. Ik heb al besloten om een paar goals hierin te skippen. Want het wordt echt een monsterscore. Dat kan ik alvast zeggen. Maar hier wordt het Jancho compleet in de 42 minuten. Zodat ik uiteindelijk al de 3-0 scoort. De 4-0 heb ik dus geskipt omdat het een beetje een flauwe goal was. Want hij past me gewoon recht in mijn voeten. Hier zie je dus gewoon wat een loeier Gabbiadini hier geeft met zijn linkerbeen. Om de 5-0 te schieten. En dan krijgt hij één goals terug hier. Je ziet die Fellaini. Die geeft hem voor op Rooney. En die geeft een kanonscore van de kopbal. Zodat hij uiteindelijk de 5-1 erin schiet. En daarna
kom ik meteen terug met Gabbiadini. En nogmaals, hij schiet gewoon met zijn linkerbeen. Daarna komt hij weer in de remote, weer bij Gabbiadini. En schiet hem er dus weer in. Om de 6-1 erin te schieten, daarna loop ik weer vrij. Gabbiadini komt, hij weet wat Gabbiadini gaat doen. Die haalt uit. En dan doet hij weer vol met kracht om de 7-1 erin te schieten. Daarna krijgt hij weer een goaltje terug. Hier ziet hij hem hier rennen met Lennon. Lennon raakt geblesseerd tijdens het schieten, zoals je daar kan zien. Hij denkt van, oh shit, ik heb mijn been gebroken. Maar hij schiet wel de 7-2 erin. Uiteindelijk komt hij met Muriel met ook een kanonskogel. Die leidt tot 8-2. De 9-2, die laat ik hem niet inzien, want dat was weer een beetje een stomme goal. Maar uiteindelijk win ik dus deze wedstrijd met 9-2 tegen zo'n goed team. Dus dat was best wel een verrassende uitslag, maar dit is ook het einde van de eerste aflevering. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet dan niet een like achter te laten. Als we de 200 likes kunnen halen, zou dat helemaal fantastisch zijn. Vergeet ook niet te abonneren als je niet geabonneerd bent, want dan zie je iedere dag een nieuwe FIFA-video van mij. En tenslotte kan ik ook wat voor op dit links in de beschrijving staan. En tot de volgende keer. En zoals Brabant zeggen, houdoe.